Hi, tweeling. Leuk je kijken naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 25. En het is van maandag 15 juni tot en met zondag 21 juni. Dus dan kaart of schud om te kijken wat deze week voor de tweeling gaat brengen. Dan lijkt de tweeling alsof deze week een bepaalde kant op je pad komt en die kans wil je ook heel graag delen met anderen. Het kan zijn dat je bepaalde kennis wil delen met anderen en je wil het eigenlijk geven, geven, geven. Ik vraag me alleen af of dat iedereen erop zit te wachten. Hè? Dus het is heel mooi dat je dat wilt delen, maar kijk ook hoe de ander daarop reageert. En mocht de ander daar misschien nog niks van willen weten, laat het dan ook gewoon zo. Hè? Op zich is het helemaal geen probleem, want er zijn zat mensen die er wel van willen weten en probeer die op te zoeken. Ik heb ook het idee dat er in de liefde zeker iets positiefs te vertellen is. En het lijkt dan ook alsof je die liefde dan ook wel weer wil gaan delen. En dat is dan weer wel positief, want het lijkt wel wederzijds te zijn. Hè? Dit spreekt echt een stukje liefde uit dat voor jou is, dat voor jou gebruikt mag worden. Of ja, gebruikt worden, dat klinkt natuurlijk een beetje gek. Maar er is ruimte voor om die liefde te pakken. En die liefde is ook echt naar twee kanten toe. Dit was weer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.